Nou, het is net tussen de middag achter mij de klokken van Loppersum, waar we staan samen met wethouder Schollema, omdat we net met 16 partijen een overeenkomst hebben getekend om Loppersum energie-neutraal te maken. En dit is uniek, omdat het echt op data gebaseerd is. Uitvoeringsorganisaties erbij, we gaan het hier gewoon echt doen. De uitvoering van de energietransitie, en dat moet ergens beginnen. En dus begint dat inderdaad in Loppersum. Precies, dus plan van aanpak. Buurtcoöperaties erbij, energiecoöperaties erbij, vrijwilligers erbij, de gemeente erbij, Enexis, Entrance, kennisinstellingen, op data gebaseerd, een planmatige aanpak. En de provincie, Nienke. Oh ja, en de provincie Groningen natuurlijk. Wordt vervolgd. Mooi.